Je zet me mooi neer. Ja, vind je het mooi? Ja, 3 keer afscheid genomen en dan toch weer terug. Ja. Ik heb nooit afscheid genomen van Forum. Niet van Forum, maar wel van de Tweede Kamer. Ja. Nou, wel van de lijst van Forum. Dat is ook definitief. Ook van de politiek? Nee. Nou ja. U was politiek depressief. Nou, dat is heel wat anders. Feliciteer me met mijn herstel. Fijn dat u het beter bent. Ja, heel goed. Maar u bent wel degelijk van de lijst gegaan aanvankelijk bij Forum, toch? Ja. Ja, dat klopt. Ik werd acuut politiek depressief. En dat kwam, 1, omdat mijn temperament totaal ongeschikt is voor Tweede Kamerwerk. Dat heeft u toch een aantal jaar gedaan? Ja, 3,5 jaar. Maar ik werd daar zo mistroostig van. Maar het kwam niet alleen door het Kamerwerk. Het kwam ook door het gedoe in uw partij. Ja, dat komt er ook bij. Maar het gedoe in het Kamerwerk, wil ik maar zeggen. Ik ben gewend om concrete dingen te doen, om rendement te zien van mijn inbreng. In de strafpraktijk, als ik mijn togen aan heb, dan kom ik met zinnige opmerkingen, vind ik zelf. En over 2 weken word je afgerekend. Ja. Er staat iets op het spel, de adrenaline giet door je, het gaat 18 jaar achter tralies, een meneer mag naar huis. Ja. Nou, daar valt niet tegen op de box. Maar hier verdampt alles. En ik ben getuige geweest in de Tweede Kamer 3,5 jaar... van eindeloze getuigenisdebatten. Alleen maar om je eigen morele inborstgestalte te geven. En de kaarten zijn al lang geschud. Alles is bedisseld. De regeringspartijen die krijgen zin. Maar dus toch, je zit daar 11 uur op een dag naar het plafond te kijken. Ja. Weet je wat ik altijd moest denken? Ken je dat liedje van Dalida? Parolen. Woorden. En dan zat ik naar de klok te kijken, of die een beetje opschat. Maar toch, even met alle respect, want dat was al 3,5 jaar zo. U stapte op toen de onrust begon in de partijen rond racistische appjes. Dat kwam er ook bij. Ja, dat kwam erbij. Maar dat was kennelijk voor u toch zo belangrijk dat u zei, hier wil ik niet meer bij horen. Nee, de kwaadaardigheid die je omringt, daar kon ik niet meer tegen op. En wat bedoelt u daarmee, de kwaadaardigheid die je omringt? Ik moest mezelf steeds verdedigen tegen venijnig, kwaadaardig populisme. Van uw partijgenoten? Nee. Van de buitenwacht, die alleen maar je bestookt. Jullie zijn racistisch, fascistisch en antisemieten. Maar daar gaf uw partijgenoten toch wel aanleiding voor? Dat heb ik ze ook verweten. Daar denk ik, wat zijn jullie stom bezig? Je geeft ze alleen maar munitie en ik moet maar steeds tegen de buitenwacht zeggen. Ik heb zolang ik bij die partij zit, heb ik nog nooit een antisemiet gezien, nog nooit een fascist en nog nooit een racist. Waar zijn ze dan? Maar hangt een beetje van je definitie af natuurlijk, want er zijn wel racistische appjes verschenen, antisemitische berichten. Ja, maar die lui ken ik niet. Dat zijn allemaal kleuterschooltypes. Ja, maar die horen wel bij uw partij. Nou, dat vinden ze zelf. Ik vind het niet. Nou, ze zijn eruit gegooid. Nou, dat is maar de vraag. Oh nee, helemaal niet. Zijn ze allemaal eruit gegooid? Nou, degene die we konden traceren, ik ken die lui helemaal niet. Die zitten op zolderkamertjes, dat waren jeugdleden. En die zitten elkaar op te hitsen met dat soort infantiliteit. Ja, maar u heeft ook gezegd, mijn ambitie ging door het putje vanwege, excuus helemo, die kutclub van Freek Jansen. Ja. En u heeft even later op Freek Jansen gestemd. Althans, Freek Jansen kan er niks aan doen. Als je met nuances in dit debat belandt, dan bereik je niks. Want mensen vergrijpen zich aan jou. Ze hebben hun doelwit gekozen. Dat is racist, dat is racist. En dat willen ze. Dat laten zich nooit ontnemen. Nee. En dus ik moest al die jaren moest ik maar zeggen, ik ben het niet, hij is het niet en hij is het niet en hij is het niet. En Freek Jansen is het ook niet. Hou eens op. Maar ze houden niet op, want het is een favoriete doelwit. Het is hun identiteit. Ja, maar ze geven steeds opnieuw aanleiding. Ook na dat is 2 keer geweest. Ook na uw vertrek zijn er weer appjes verschenen van Baudet zelf. Onder andere relatie tussen IQ en ras en zo. Helemaal niet. Baudet heeft in een balorig moment tegen iemand die in zijn familie zelf een zwart getinte meneer in zijn familie heeft verwelkomd, gezegd, nou, je met een neger trouwen, dan zou je dat willen met je zoon. Dat is gewoon onzin. Maar waarom blijft u het